roots liggen meer in de elektronische zijde van de New Wave. Cabaret Voltaire. Robin Bisto, SPK, al die groepen ben ik toen van in het begin beginnen verzamelen. Naast de New Wave de beste beweging die ooit in België is geweest. Ik heb ze zien ontstaan. Ze is ontstaan uit de New Wave. En ja, het was fantastisch om dat mee te maken. Toen New Wave gespeeld in alle discotheken. Daarvoor was het alles commerciële muziek, Prince, Madonna, en in één keer draaien ze Snow White Red in alle discotheken in België. Ik dacht, wat is dat hier? Na 2 jaar is het volledig commercieel geworden en was het volledig omzeep. Platenlabel ben ik begonnen, eens ben ik een platenwinkel begonnen, 2 jaar, en toen ben ik ook mijn eigen platenlabel begonnen. Dat was zo 2009 denk ik ongeveer. Dit zijn de eerste 4, en volume 5 ben ik mee bezig, maar eerst komt er een verzamelaarpje uit met singeltjes. Ik ga een verzamelpia brengen met singeltjes van de jaren 80. Een Underground Wave 7 inches. Singeltjes die ik toen verzamelde en die vrij zeldzaam zijn. Voornamelijk Belgische ook. En die ik terug uitbreng op een verzamelpia. Dat is de eerstvolgende release. En daarna Underground Wave volume 5. Ik blijf altijd underground. Ik ga underground blijven in de muziek. Ook wat ik nu al gedaan heb en wat ik nog ga doen, dat ga underground blijven.